Nou, dit zijn onze drie mannetjes cavia's. Deze die blijven de hele winter buiten. En dat kan puur omdat wij ze een heel warm hok geven waar veel stro en hooi in zit. We hebben ook jaren gehad dat de cavia's eigenlijk in de sneeuw rondliepen. Onze vrouwtjes die gaan wel naar binnen omdat we niet genoeg hokken hebben die warm genoeg blijven. Maar als je eigenlijk vanaf het begin van de winter ze gewoon buiten laat en dan in een warm hok houdt, dan doen ze ook zoals bij de paarden een dikke vacht aanmaken waardoor ze het hele jaar door buiten kunnen blijven. Wanneer je de cavia's of de beesten eigenlijk het hele jaar buiten houdt, dan is het heel belangrijk dat je de hoeveelheid voer aanpast op de omgevingstemperatuur waar het dier in zit. Dus wanneer je in de zomer de dieren voert, geef je minder dan wanneer je ze in de winter voert. Omdat in de winter hebben ze een koudere omgevingstemperatuur, dus hebben ze meer energie nodig uit het voer om zichzelf warm te houden. Het is heel erg afhankelijk per verschil aan omgevingstemperatuur en per dier. Dus de eigenaar die moet eigenlijk zelf gaan kijken van oké, het begint nu kouder te worden, dan doe ik er iets bij. En dan kijken naar de conditie van het dier, is dit genoeg of valt hij nog steeds af of zit hij niet lekker in zijn vacht, dan zou ik nog meer bijgeven. Voor de cavia's hebben wij het Garvo en dan de cavia korrel met vitamine C. Dus eigenlijk de brok die het hele jaar rond kan voeren. Cavia's die kunnen zelf geen vitamine C aanmaken. Dat kunnen de meeste dieren wel, maar zij niet. Daarom is het belangrijk dat bij de cavia's de vitamine C in het voer toegevoegd wordt, zodat ze het daaruit kunnen halen.